Trainingskampen, een speciale ervaring voor iedereen. Zeker als je nieuw bent, zoals Damien van Brugge rechts in beeld en Dante Rigo in het midden. Ja, het is gewoon een heel mooie ervaring om het mee te maken. En dat kunnen we meenemen in de rest van het seizoen. Jij komt echt uit de opleiding. Damien, voor jou geldt dat je helemaal nieuw bent binnen de club. Wat betekent het voor jou? Hoe kijk jij tegen zo'n week aan als deze? Gewoon als een mooie kans om te laten zien wat je kan. En gewoon leuk om erbij te zijn. Een beetje de sfeer proeven. En dat is hartstikke leuk om dat een keer mee te maken. Maar wil je niet meer? Ja, dat is logisch, lijkt me. Je wil altijd meer. Maar voor nu eerst maar gewoon even kijken hoe deze week nog verder verloopt. Tot nu toe gaat het best aardig. Dus gewoon doorgaan zo. En hoe kijk jij er tegenaan, Dante? Hij zegt tot nu toe gaat het best aardig. Waar leg jij de grens? Is dat een gevoelskwestie? Ja, dat is meer een gevoelskwestie bij mij natuurlijk. Ik vind ook wel dat het niveau is natuurlijk hoger als bij de jeugd. Maar ik kan wel aanhaken bij deze jongens en hopen dat dat zo blijft. Rigo is pas 17, Belgisch jeugd international en loopt al een tijdje mee in de opleiding van PSV. Damien van Brugge kwam deze zomer over van Ajax. En beide voelen precies wat het verschil is met hier bij het eerste van PSV. Ja, gewoon de snelheid en vooral de fysiek, de body die de meeste jongens hier toch hebben. Jij bent al wat ouder, je hebt al jong Ajax achter de rug. Is het voor jou het verschil ook zo groot? Nee, niet echt. Voor mij is het vooral meer de ervaring die sommige jongens hier hebben, zoals Schaars, Moreno. Gewoon de wat oudere jongens, dat ze toch net even wat slimmer zijn dan wat je gewend bent eigenlijk. Voor mij is het ook gewoon goed om te kijken van, hey, wat doet zo'n Moreno nou? Wat doet hij in bepaalde situaties? En dan probeer je dat te vertalen naar je eigen moment in de training of in wedstrijden. En tot slot dan voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wanneer is voor jou zo'n week geslaagd? Ja, gewoon als ik misschien wat speelminuten kan krijgen in een van de 3 oefenwedstrijden. Dan zou ik al heel blij zijn. Maar nu ben ik ook al heel blij omdat we toch al mee mogen op deze stage. Wat toch ook een mooie ervaring is voor ons. En die speelminuten die kwamen er al in de eerste oefenwedstrijd met Saint-Étienne. Een invalbeurt voor Rigo, een basisplaats voor Van Brugge. En dat is de volgende stap in hun ontwikkeling.